Ik heb mijn hele leven in dezelfde stad gewoond waar ik ben geboren. Ik ben 1 keer verhuisd geweest en dat is niet verder geweest dan 500 meter. En eigenlijk voel ik me een beetje schuldig over dat ik nooit echt uit mijn comfortzone ben gegaan. Ja, oké, ik weet dat ik een keertje naar Amerika toe geweest, maar dat was toen met G. En nu, doe ik iets wat eigenlijk totaal uit mijn comfortzone is. Eens moet de eerste keer zijn. Technologie van tegenwoordig. Ik word er zo blij van. Maar ik heb jullie namelijk nog steeds niet verteld wat ik ga doen. Sorry. Ik ben aan het vloggen. Kijk, dit is een van de weinige manieren met wie ik gewoon echt sociaal contact heb. Kan toch niet? Er gaat niemand praten, ongelooflijk. En dat soort interactie met mensen, dat mis je tegenwoordig. En dat vind ik jammer. Dus als je bijvoorbeeld in een trein zit en iedereen zit allemaal zo achter de telefoon. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Waarom zouden we niet een keertje met z'n allen dezelfde challenge kunnen doen zoals dat ik nu doe? Ik heb er overigens totaal geen moeite mee. Maar als iedereen nou eens een keertje even een week of zo anti-social media is. En je merkt gewoon dat je veel meer contact hebt. En vergelijk jezelf niet met een ander. Dus neem dat... Anti-social media vrije coupé, dat is een oplossing. Kijk, deze meneer is het helemaal mee eens. Kijk, ik word hier gewoon blij van. Misschien heb ik gewoon... Ik kan me nu even gaan dansen. Nee. Misschien ben ik gewoon een wat oude ziel. Maar ja, ik kan ook wel een beetje geloven dat het tegenwoordig al bijna niet meer mogelijk is om dan geen internet meer te hebben. Dus ja, gebruik het vooral voor momenten wanneer het echt nodig is. Zoals je e-mails moet gaan beantwoorden. Ik ben ondernemer, meneer is recruiter. Mag ik dat wel zeggen? Dan moet je gewoon een beetje up-to-date zijn. Maar doe het met mate. Doe het met mate. Hoe vaak hebben we dat dan nog? Gewoon contact met mensen. Het was trouwens een hele fijne guy om mee te praten. Hij is ook een beetje zo'n anti-social media, dus we liggen op één lijn. Nou, dit ben ik. Passagier Janus wordt verzocht zich te melden bij de balie van Westerveld aan het begin van de F-gate. Passagier Janus, melden bij de balie van Westerveld aan het begin van de F-gate. Handbagage moest toch in de ruimte. Al die moeite gedaan voor helemaal niks. Weet nog niet ene traditie dat ik de vliegtuig moest aanhaken voordat we gaan vliegen? Dat doe ik weer. Iedereen is lekker vrolijk vandaag, heerlijk. Ah, wat goed. Dit ben ik. Ben ik blij dat ik een wijde les bij me heb. Het is echt super krap hier. We're looking for a few passengers. Mrs. Dodan, Elena Dodan, Mr. Frank Blokhoy, Miss Elisa Stokoe and Mrs. Tuscany Stokoe. If you are on board, please make yourself known to the cabin staff. Thank you. Ladies and gentlemen, it's now time for the final cabin check. Please make sure that your tray table has been stowed away and that the back of your seat is in the upright position. Make sure electronic devices are disconnected from the onboard power supply. Daar rij ik normaal gesproken. Grappig om het dan een keertje aan de andere kant te zien. Hi. Fijne dag. Dag, tot ziens. Ja. Dus nu ben ik op... Ik ben nu internationaal. Wat ik hier ga doen precies is... Ga ik nog steeds niet zeggen. Ik moet nog eerst even mijn bagage pakken, want ik had eigenlijk alleen mijn handbagage, maar toch moest ik hem laten inchecken. Waar ik echt enorm van baal. Zonder die tas heb ik geen vlog meer. Ik weet hier gewoon dat je aan de verkeerde kant van de weg loopt. Zal ik er dichtbij? Ja? Going down. Oh. Dit is mijn uitzicht. Dat is niet zo spannend. Maar oké, in ieder geval, dit is mijn hotelkamer. We zijn aangekomen.
Nice. Nice, man. Het is veel luxe dat ik mezelf eigenlijk kan veroorloven. De laatste vlog dat ik er was, waren we toen in Hostels. Dus dit is not too shabby. Oké, okay, maar ja, man. Behind the scenes, hè. Ik was eigenlijk al een tijdje. Nice. Doet het. Oh. Not too bad though. Caution, hard water. Ik ben hier eigenlijk gekomen om een groepje jongeren te begeleiden die in het junior voetbalteam zitten in Vietnam. Ze komen uit het noorden, dus uit Hanoi. En ik ben hier om hun tourmanager te zijn. Dus oftewel, ik ben heel erg bezig met tourmanaging. Vind ik zelf super leuk, maar ik ben hier voor twee redenen. Dus ten eerste, dus die voetbalteam. Ten tweede ben ik hier om gewoon hele vette vlogs te maken. Handige, maar even een hele handige lifehack is, de meeste hotels die hebben nu geen sleutels meer. Je hebt meestal van die kaartjes. Dus wat ik dan altijd doe, als ik een kaartje heb hier, dit is toevallig dan gewoon een businesscard voor mij. Die zet ik gewoon erin, zodat je alles kan blijven opladen. Beetje meer moeite doen voor filmen, maak je film een stuk leuker. Ik ben de laatste tijd heel veel aan het praten over doe wat je niet kan, do what you can't. Wat eigenlijk mijn tatoeage ook zegt. Is ja, als je iets niet doet, dan kom je nooit achter of je het wel kan of niet kan. En als je het voor het eerste keer doet, dan begrijp ik natuurlijk, ja, het is gewoon fucking eng om het te doen. Hoe ik dat heb geanalyseerd, is de achtbaaneffect. De eerste keer dat je in een achtbaan gaat die je nog niet eerder hebt gehad, dan denk je van, wow, dan krijg je zo'n knoopje in je maag. Dat is een beetje een naar gevoel dan. Maar als je daar eenmaal in die stoel zit, dan denk je, oh shit, dit gaat gebeuren, ik wil eigenlijk stoppen. En nou ja, als je het gevoel hebt dat je wil gaan stoppen, je kan niet meer. Dus uiteindelijk zit ik nu midden in die achtbaan. En ja, het is eigenlijk best wel leuk. En als je thuis bent eenmaal en je bent die achtbaan uitgegaan, dan wil je eigenlijk nog een keer. Althans, voor de thrillseekers. Ik ben een beetje een thrillseeker. Ik zit nu midden in die achtbaan en ik vind het eigenlijk super vet. Eng is het helemaal niet, joh. Gewoon doen.